De bouw van Belturenpark gaat niet door. In plaats daarvan komen er misschien maar een paar woningen. Maar bewoners van de Steversweg zijn allesbehalve opgelucht. Het geplande bouwterrein is namelijk alleen te bereiken via een smal zijweggetje tussen de huizen. Hier is mijn voordeur, hier is mijn keukenraam. Het vliegt hier als een jekkel vliegt het dadelijk voorbij. Er komen hier hele zware wagens komen er voorbij. 40, 50 ton met de grote heipalen. Ziet u het voor je hier op deze grond? De buren, als er hier nu een zware voertuig doorgaat, dan trilt de huizen. Kijkt u eens naar het huis. Het is al aan het scheuren. Meta Verwij is helemaal geen tegenstander van woningbouw achter haar huis. Ze hoopt juist dat er meer woningen komen. Als ook naastgelegen kavels worden bebouwd, kan je het terrein namelijk via een andere weg bereiken. Als de woningen daar gebouwd worden en of dan er daar nog woningen gebouwd worden, kleinschalig, mooie woningen, daar hebben wij in principe daar niks op tegen. Alleen het moet wel om een hele billijke weg moet het zijn dat wij daar geen overlast van hebben. Want u ziet het, dat is een klein huisje. De huizen zijn op platen neergezet, dus het schudt en het rammelt aan alle kanten. Vanavond spreekt ze raadsleden toe, want die gaan daarna beslissen over wat ooit een golfbaan met luxe villas had moeten worden. Hoe die vergadering afloopt zien we woensdagavond in rechtstreeks uit de raad.